Welkom bij de 11.1 Biocast. We kijken eerst even naar het hoofdstuk Regelen door hormonen. Dat bestaat weer uit een aantal paragrafen. 1. De centrale hormoonklier, de hypofyse. 2. Brandstof voor je cellen. 3. Klaar voor de start. 4. Nat van binnen en nat van buiten. En als 5e, hormonen doen hun werk. We gaan kijken naar een wielrenner. Zijn hypofyse geeft TSH af en dat stimuleert de schildklier. De schildklier maakt schildklierhormoon thyroxine en dat remt de hypofyse met het maken van nog meer TSH, maar het zorgt er ook voor dat de verbranding omhoog gaat. Daardoor stijgt de lichaamstemperatuur. Dat wordt gemeten in de hypothalamus en die zorgt dat er minder TRH, thyroid-releasing-hormoon, wordt gemaakt. Dus weer een kwestie van negatieve terugkoppeling. De hypothalamus maakt TRH. De hypofyse gaat daardoor TSH maken, de schildklier maakt tyroxine. Dat wordt gemeten in een regelcentrum vergeleken met de norm en de hypofyse wordt geremd. Doordat de cellen veel meer verbranding hebben, loopt de temperatuur op. De kerntemperatuur wordt gemeten, vergeleken met in dit geval een flexibele norm en dat remt de hypothalamus. En die flexibele norm is afhankelijk van de fysieke en de psychische belasting, van kou, van honger en van de temperatuurregelcentra. Een ingewikkeld verhaal dus. Hier zie je de hypothalamus met daaronder de hypofyse. Die bestaat uit de voorkwab van de hypofyse. En de andere is dan natuurlijk de achterkwab. Dit is het bovenste slagadertje van de hypofyse. En daar komt bloed aan natuurlijk. Dat gaat hier naar het net van haarvaatjes. En het releasinghormoon, wat gemaakt wordt door de zenuwcellen, wordt afgegeven aan het bloed en dat brengt het naar de hypofyse. En daar wordt een stimulerend hormoon gemaakt en aan het bloed meegegeven. De onderste slagader van de hypofyse, daar komt ook bloed doorheen. En in dit bloedvaatje wordt ADH en oxytocine gemaakt door de neuronen in de hypothalamus en wordt ook aan het bloed afgegeven. Er zitten heel wat verschillende hormoonklieren die gestimuleerd worden door de hypofyse. Eerst wordt groeihormoon gemaakt, wat van invloed is op de botten. ACTH op de bijnierschors, TSH hebben we net al gezien. Op de schildklier, de testes en de ovaria, die krijgen FSH. En LH, de voorkwab, maakt ook nog prolactine. En dan gaan we naar de achterkwab. Die maakt de twee hormonen oxytocine en ADH. Er is nog een negatieve terugkoppeling van een aantal hormonen. Corticosteroïden, schildklierhormoon, testosteron en oestrogeen en progesteron. Die koppelen negatief terug aan de hypothalamus en daarmee ook aan de hypofyse. Zijn er te veel calciumionen in het bloed, kunnen ze worden opgenomen in de botten en uitgescheiden worden door de nieren. Omgekeerd, wordt het niveau te laag, kan er extra calciumionen worden opgenomen uit het voedsel, gemobiliseerd uit de botten en geresorbeerd door de nieren. Dit was hem alweer, de 11.1 Biocast. Tot de volgende keer.